Ik vind dat we alle religie moeten afschaffen. Ik ben naar school gegaan, zowel basis als middelbare school in Oud-Zuid. Hier wordt mijn identiteit gewoon van kapot gescheurd. Mijn ouders zijn allebei wit, ondanks dat ik dat niet ben. Wij gaan bijvoorbeeld wel altijd met kerst naar de kerk. Ik ben zelf niet religieus, maar mijn ouders zijn hindoe. Ik ben werkloos, dus ik heb geen inkomsten. Heel veel zin in. Vet leuk. Ja. Lekker met de fam. Ja. Ik zit hier zo mee in dubio. Hier wordt mijn identiteit gewoon van kapot gescheurd. Ik hou niet zo van die geforceerde feestdagen. Ja. De hele familie doen we al heel lang niet meer. Het is wat kleiner, maar daardoor ook gezelliger. Iedereen is vrij, dus dan kom je bij elkaar. Maar eigenlijk weet niemand of je echt zin hebt om bij elkaar te zijn op dat moment. Waar ik dus nu vooral tegenop kijk, is racistische familieopmerkingen. Oh. Ik heb ook gewoon een leuke familie, dus het is ook nooit familiedrama of zo op dat soort dagen. Ik denk aan de ene kant wel en aan de andere kant ja, niet. Ja, ik vind het ook moeilijk. Ja, wij gaan bijvoorbeeld wel altijd met kerst naar de kerk. Dus voor mij is het wel ook iets religieus. In traditie is het natuurlijk gewoon een christelijk feest en zo is het ook niet meer. Nee, van oorsprong niet. Alleen het is zo gecommercialiseerd. Heel veel bedrijven buiten kerst helemaal uit met zeg maar al hun aanbiedingen. Je hebt gewoon een kerstman, die komt van Coca-Cola af. Kapitalisme slokt gewoon alles op, dus dan doet het dat ook met kerst. Het is maar net wat je er ook zelf van maakt, denk ik. Maar ik denk altijd gewoon, kerst is gewoon samen met familie eten, dat soort dingen. En verder doe je oren dicht. Zoveel mogelijk. Ja. Ik ben echt de Grinch. Dat vind ik moeilijk. Ik vind van wel. Ja, sure. Nou ja. Het geeft mensen gewoon echt rust. Mensen vinden dit leuk. Kijk, meer vrije dagen, meer beter, toch? Ik denk de huidige moeten kunnen blijven bestaan. Maar ik denk dat daarnaast een heleboel feestdagen zijn die ook meer aandacht zouden moeten krijgen. Ja, waarom zou je suikerfeest niet een vrije dag maken? Waar houdt het op? Moeten we op een gegeven moment ook Hanukkah gaan vieren? Een suikerfeest is natuurlijk wel inherent religieus, als je dat nu zou implementeren. Ja. Maar als het gaat om bijvoorbeeld Kitty Kutty of een dode herdenking in zijn algemeenheid of bijvoorbeeld Koningsdag, dat gaat echt over de Nederlandse geschiedenis. Ja. En daarom hebben we het ook over nationale feestdagen en niet per se over religieuze feestdagen. Ja. Ja. Ik vind zeker dat iedereen zijn feestdagen zelf moet kunnen kiezen. Zeker als bijvoorbeeld als moslim of zo en je wilt Ramadan vieren en dat is natuurlijk geen officiële feestdag, maar dan vind ik wel dat je de vrijheid moet hebben om dat te kunnen kiezen. Ik vind dat we alle religie moeten afschaffen. Er is zo geen ruimte voor individuele of in dit geval kleine, voor minderheden om een ding te doen. En dan gewoon zeg je gewoon in plaats van 25 vrije dagen in een jaar krijg je er 60. En dan zoek je het uit. Toch? Lekker. Kun je lekker de hele zomer vrij nemen. Dan kom je bij je baas en zeg van ja, ik wil mijn vrije dag op Katie Kotti inzetten. Dat die is van ja, Peter, dat is een drukke dag. Weet je wel, wij doen dat op kerst, die dingen inzetten. Ja, en anders dan krijg je ruzie. Nou, dat gaat heel nationalistisch klinken. Ik vind voor de nationale eenheid, voor zeg maar de gedeelde eenheid van een land, dat je die vrije dagen wel moet samen delen. Moet delen. Ja. Ja. Kan gewoon niet. Dat je als dominante cultuur zegt, ik bepaal wat jij mag vieren. Nee. Maar ik gun het ook mensen als een dag voor hun heel belangrijk of speciaal is, dat ze hem daarvoor kunnen gebruiken en niet voor tweede Pinksterdag. Die saamhorigheid op bepaalde dagen vind ik echt wel iets moois, dat we dat hebben en kunnen delen. Ik denk dat dat ook echt belangrijk is voor het collectivisme in Nederland. Ik denk dat heel veel andere aspecten van de samenleving ook juist mensen heel goed bij elkaar kunnen brengen. Ik weet niet zeker of feestdagen zoals kerst, Pasen en Hemelvaart dat nou echt doen.